gasten, Viva Bouzy. Gisteren heb ik gewoon in Fortnite Golan gepackt. Dat was niet normaal. Die was ongeveer 500k waard. En ik ga vandaag gewoon nog een keer zo'n pack openen. Dus misschien dat we nog een keer zo'n zieke spelen zouden kunnen krijgen. Het zou heel erg nice zijn. Daarnaast gaan we ook proberen een enorm dure draft te maken met enorm dure spelers. We gaan eens kijken of dat ook gaat lukken. Want dat heb ik heel veel gedaan in FIFA 17, maar in FIFA 18 nog niet echt. Dat gaan we doen. En ik had trouwens gisteren ook al zo'n pack geopend. Ik had gisteren dus één pack gekregen open. Toen had ik Nagolan gepackt. Maar ik heb er nog één geopend gisteren. En die laat ik nu even zien. Kom op. Belgische vlag. Is het de Belgische vlag? Het is Nederland. Oh, dan is het. Oh, de licht. Ah, dat is wel jammer. Ja, wat moet je daar nou mee? Hij staat er ook zo voorbij. Ja, dit is een beetje balen. Dus dan heb ik wel redelijk wat verlies hierop gemaakt. Ik denk dat ik in die Squad Builder Challenge... Ja, dat heeft me in totaal ongeveer rond de 30k gekost. En nu krijg ik ongeveer weer 15.000 coins terug. En nu ga ik er dus weer eentje openen. De enige spelers die ik heb moeten kopen voor dit team zijn Gleek. Die kostte 10k. En deze kerel die kostte 13k. Dus zoveel heb ik betaald voor dit team. Deze kerel heb ik gepackt. En voor de rest zijn het ook allemaal spelers van die non-tradable spelers. Bijvoorbeeld Isco. Het is een beetje zonde dat ik hem nu inruil. Maar weet je, ik ga hem waarschijnlijk toch niet gebruiken. Misschien ooit wel. Maar ik wil gewoon zo'n Team of the Week spelen. Omdat het Team of the Week op dit moment super ziek is. Dus ik ga het gewoon doen. Ik wissel dit team in. En ja, het is misschien een beetje zonde. Ik denk dat ik ongeveer voor dit team in totaal wel rond de 50k kwijt ben of zo. Maar het maakt niet uit. Misschien dat we het weer in 10 dubbelvoudig terug kunnen krijgen. Als ik gewoon even Inform Nagolan weer pack of Inform Hazard of Inform Pogba. Het zou allemaal kunnen. We gaan er nu achter komen. Laten we deze maar gaan openen. En daarna gaan we dus proberen de duurste put eraf te halen. Oh, ik ben zo gespannen. Kom op. Laat het de Franse of een Belgische vlag zijn. Alsjeblieft. Ah, die Turkse vlag. Die had ik ook al een keertje gepackt. Die had ik gisteren ook in de pack opening. Oké, dit is wel een beetje balen. Volgens mij is die ongeveer 25k waard of zo. We kunnen even checken. Dan heb ik in ieder geval niet extreem veel verlies gemaakt. Oh nee, nog niet eens. Zie je 15k. Maar hier laat ik het bij. Ik ga niet meer van die Team of the Week packs doen. Want ik denk niet dat ik nog een keer zoveel mazzel kan hebben. Maar laten we nu maar gewoon een draft gaan doen. En het belangrijkste met de duurste verdraft is natuurlijk wel een goede opstelling. We krijgen 4-3-2-1. Ja, dat is prima. Ja, ik ga voor die opstelling. Weet je, het is eigenlijk hetzelfde als 4-3-3. En wat krijgen we? Oeh, we krijgen behoorlijk goede spelers aan het begin. En ik denk dat Aubameyang in vorm... Ja, die is sowieso ziek veel waard. Dat kan niet anders. Neymar heeft ook betere kaarten. Dus daar ga ik dan expres niet voor. Dan heb ik een programma op de computer die zeg maar de prijs bijhoudt voor op de PlayStation, Xbox en computer. En Aubameyang is er... Ja, we hanteren nu even de PlayStation prijzen. Die is 700k waard. Oké, links voor. Weet je, in de aanval moet je sowieso de duurste spelers krijgen. Oh, nice. Neymar one to one. Nou, dan gaan we daar ook voor. Nee, maar oké, het begin van deze draft is zeker veel waard. En dan zit ik nu al dik over de 2 miljoen coins. Naar twee spelers. Rechts buiten. Oh, Hero Messi. Holy shit, dit is bijna duurzamer wat je kan hebben. Ja, alleen Ronaldo is misschien nog duurder. En misschien wat icons of zo. Maar dit is echt niet normaal. Hero Messi, 1,7 miljoen. Zit ik momenteel al over de 4 miljoen coins. Met nog met 3 spelers gehad te hebben. Dit is dan helemaal dikke bullshit. Weet je, daar ga ik gewoon niks aan meedoen. Die vul ik niet eens in. Want daar heb je sowieso niks aan. Deze is denk ik 10k waard of zo. Ik kan me niet voorstellen dat die meer waard is. Maar daar komen we nu achter. En hij is 13k waard. Inderdaad. Nou, 13 of 10k, het is eigenlijk gewoon hetzelfde. Volgende koken. Ja, dan gaan we daarvoor. Ik doe hem wel even in mijn team. Ook al denk ik niet dat hij veel waard is. 6k. Maar het zijn van die kleine verschillen, weet je. Of je nou 6000 coins bij krijgt bij 4 miljoen of niet, dat boeit eigenlijk niks. En dit, ja, Baines ga ik dan voor vanwege zijn rating. Maar die ga ik ook niet invullen. Kom op. Ik heb weer goede spelers nodig. En Boateng is zeker een beast. Holy shit. Die is ook wel veel waard. Boateng, die ga ik dan ook in. Die is 180.000 coins. Dat is voor een verdediger best wel veel. Ik denk dat Ramos duurder is. En ja, special cards zijn ook duurder dan waarschijnlijk. Bonucci is ook wel nice. 88 rated. Ja, ik weet niet wat ik van moet verwachten eigenlijk. Want hij is niet heel snel. 82.000 coins. En dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. Zo heel veel is dat niet. Maar dan heb ik nu alleen nog een keeper te gaan. Dan hoop ik op Neuer of een icon. En niet dit soort keepers. Oké, dit is wel een beetje van kan. Maar dan komen we nu bij reserves. Trouwens,
De prijs die jullie in beeld zien, dat telt alleen voor de basis zelf. Dus de spelers die ik op de bank krijg, tellen niet mee. Ze tellen dus pas mee als ik ze ook daadwerkelijk in mijn basiself neerzet. Maar dat doe ik op het eind pas. Coutinho. Ah ja, misschien was Mané meer waard. Maar in principe weet ik niet of ik die uiteindelijk in mijn basiself ga zetten. De Gea in vorm is sowieso wel veel waard. Die is sowieso nice. Volgende, ah, zilveren. What the fuck. Ik wil geen zilveren. Ja, met de 3 op rij tegen Jordan wou ik wel graag zilveren, maar nu niet. Ramos sowieso. Ja, Ramos. Kroos is ook 90 rated, maar ik kan me niet voorstellen dat hij meer waard is als Ramos. Ah, nice. Bill. Die is ook wel redelijk wat waard. Oké, ik heb al 3 waardevolle spelers gekregen nu op de bank. Dus ik denk dat ik nu al dik over de 5 miljoen coins zit. Valencia. Ja, gaat ermee door. Kom al. Volgende. Ah, nee. Dit is niet goed genoeg. Ik wil eigenlijk nog even een icon krijgen. Dat zou heel mooi zijn. Nee, niet dit soort spelers. Ik heb nog maar een paar eventuele kansen op een icon. Dan moet ik hem nu krijgen. Weer niet. Nog 3 kansen. Maar dan wordt het sowieso een verdediger of keeper. En die zijn eigenlijk over het algemeen wel wat minder waard. En dit is ook niks. Ja, en ook niet echt iets Otamendi. Maar die is sowieso niet heel veel waard. En dit is ook niks. Maar we gaan nu even alle dure spelers erin stoppen. Zoals De Gea, Ramos, Bill. Die stoppen we er allemaal in voor. Dus zeg maar de minder waardevolle spelers. En dan zie ik jullie zo meteen weer als ik dat heb gedaan. En dan weten we de uiteindelijke prijs van deze draft. Nou, ik heb alle spelers in mijn basiself gedaan op de computer. Dus de prijzen zijn nu bekend. En ik heb meer dan 6 miljoen coins op de PlayStation. Dit is wel leuk om trouwens die verschillende te zien. Want de Xbox is ongeveer 500.000 verkopen. Maar de PC is daarentegen weer veel duurder. Daar ben je echt meer dan 8 miljoen kwijt voor dit team. Maar waarschijnlijk, ja, de spelers zijn dus gewoon meer waard. Dus als je een goede speler packt, kan je hem ook voor meer verkopen. Dus in verhouding staat alles waarschijnlijk wel ongeveer gelijk. Maar het is wel echt een bizar duur team. Oké, we gaan nu nog een draft doen. En dan ga ik dus proberen de 6,4 miljoen coins te verbreken voor op de PlayStation. Nou, let's go. Volgende draft. Dan ben ik benieuwd of we nu kunnen verbeteren. Ah, ik wil sowieso een links en rechts buiten hebben. Dus dan moeten we 4-3-3 valse spits. Die valse spits is wel een beetje, ja, eigenlijk maakt het ook niet heel veel uit. Het is prima. We krijgen in ieder geval begin Ronaldo. Dus dat is chill. Dat is een prima begin. Ronaldo, hoeveel ben jij waard? Sowieso ziek veel. Inderdaad, bijna 2 miljoen coins voor op de PlayStation al. Nice. Oké, dit is een goed begin. Oh, wat een spelers. Oeh, ik weet niet echt welke meer waard is. Oké, ik ga even checken, want ik wil natuurlijk wel de juiste keuze maken. Oké, dit is heel duidelijk. Lukaku 400.000, dan zit ik momenteel op de 2,3 miljoen coins. Als ik nu rechtsbuiten Messi krijg, zou heel nice zijn, maar dit zijn eigenlijk allemaal best wel hele slechte spelers. Nee, die ga ik niet eens de moeite doen om even de computer te stoppen. Centraal midden. Ik denk dat Thiago het meest waard is. Spanje natuurlijk een veel gebruikte land en Bayern München Bundesliga. Dus ik weet het bijna wel zeker. Even invullen, Thiago, hoeveel is die waard? 41.000 coins. Niet heel duur, maar ik denk dat de rest ook niet echt heel duur was. Centraal verdedigende middenvelder. Ik krijg gewoon zeg maar zo'n goede achtergrond dat je goede spelers krijgt. Maar de beste is 83. Dat is eigenlijk best wel slecht. Ja, ik denk dat ze allemaal niet heel veel waard zijn. Ik ga dan wel voor Fernandinho. Misschien dat die dan nog misschien 10.000 waard is of zo, denk ik. Nee, lang niet. Hij is echt helemaal geen rol waard. Oké, nou, boeit niet. We gaan snel door. Krijgen we nu betere? We krijgen Herrera. Ik weet dat hij ongeveer een paar duizend coins waard is. Maar ook niet echt de moeite waard. Ik hoop wel dat ik nog wat goede spelers op de bank ga krijgen. Weet je wat? Ik begin nu gewoon op de bank. Want ik heb sowieso nog een Messi, Bill, Neymar, dat soort spelers nodig. En dan is dit eigenlijk ook niet al te best. Ik ga wel voor Lucas. Come on. In ieder geval een paar special cards. We krijgen in vorm Insigne. Nou, ik denk dat die nog wel redelijk wat waard is. Oké, zeldzame achtergrond. Zanetti of Messi. Ik ga even kijken. Ik denk dat Zanetti wel redelijk wat waard is. Maar ik denk dat Messi wel meer waard is. Dit is de 87 versie. Die is 410.000. En Messi is natuurlijk veel meer waard. Die is 900.000. Maar ja, de inform Messi heeft natuurlijk nog een inform in Hero. En als ik nu voor Bill ga, hoeveel is die waard? Die is 500.000. Weet je wat? Ik ga voor Bill. Want die is meer waard als die icon nog. En Messi heeft natuurlijk nog special cards. Dus dan kan ik die misschien nog krijgen. Dus dan denk ik dat dit de beste keuze was. We gaan door. Boateng. Nou ja, nee, ik denk dat Mané het meest waard. Boateng 81 rated is natuurlijk niet heel hoog. Volgende. Nee, helemaal niks. Maakt eigenlijk niet uit voor wie ik ga. Kom op, geef me nog Messi, Suarez, zoiets. In ieder geval iets wat heel veel waarde heeft. Dit is volgens mij de laatste aanvallende kaart die we kunnen krijgen. En we krijgen helemaal niets. Dus dat is behalen. Dan gaan we gewoon door op de bank. En dan denk ik eigenlijk dat we onze record niet gaan verbreken. Of ik moet nu nog ziek goede verdedigers gaan krijgen. Die echt gewoon
ja, de meest waardevolle verdedigers van het spel. Misschien als ik Ramos krijg en misschien nog Neuer en misschien nog een paar icons, dat het dan nog zou kunnen. Koscielny Roosen, die is op zich wel redelijk wat waard volgens mij. Volgens mij is hij nog wel 20k of zo. Keeper, nee, het is ook allemaal helemaal niks. Maakt eigenlijk niet uit voor wie ik ga. Nog een paar spelers te gaan. Ik denk dat we rond de 3-4 miljoen eindigen. Handanovic is dan nog wel een keeper die nog wel redelijk van pas kan komen. Volgende, nee, helemaal niks. Nog 3 spelletjes te gaan, come on! Nee, weer niet. We gaan wel gewoon voor Kasdorp. Want ze zijn allemaal toch niks uit. Oh, ik moet Handanovic trouwens dan natuurlijk nog wel op toevoegen. Handanovic, want die staat natuurlijk wel in mijn basiself. Gaat mijn prijs weer ietsjes van omhoog. En dan hebben we nu nog 1 laatste speler te gaan. En krijgen we nog iets? Nee, helemaal niks. Oké, ik zet alle dure spelers er even in. Maar ik weet, ja, ik durf met zekerheid te zeggen dat we het record niet gaan verbreken. Ja, dit is wel echt een beetje wanhopig gedrag. Eigenlijk helemaal niet goed. Alleen Ronaldo was echt chill. En Lukaku was ook nog wel chill. En Bale. Voor de rest, eigenlijk allemaal spelers die het allemaal net niet zijn. Weet je, iets meer dan 3 miljoen coins op de PlayStation. Nou ja, dan kom ik niet in de buurt van de vorige draft. Maar als jullie willen dat ik binnenkort er gewoon nog een keer ga proberen om een ziek dure draft te halen, laat het dan even weten beneden in de reacties. En vergeet natuurlijk ook geen duimpje omhoog achter te laten op deze video. Mocht je dat natuurlijk nog niet hebben gedaan. Dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!